Er wordt het meest grond aangevraagd in het district Wanica. Dit zegt minister Dinota Forstwijk van Grondbeleid en Bosbeheer. De bewindsvrouw sprak vandaag personen toe die in aanmerking zijn gekomen voor grondbeschikkingen tijdens een uitreikingsceremonie in de sporthal Quatta. 1565 personen kwamen in aanmerking voor een stukje grond. Forswijk heeft daar samen met president Chandrika Prasad Santokhi en de twee districtscommissarissen van Wanica de documenten verstrekt. Bewoners van dit district hebben ook als alle andere burgers van Suriname ook lang gewacht op deze bijzondere dag. Wanica, welke vroeger bijna een landbouwdistrict was, is momenteel veranderd in het tweede meest bewoond district van Suriname. Dat wil zeggen dat de meeste aanvragen liggen in Wanica. Ik weet dat velen zullen aangeven, we hebben zo lang ingediend, maar we hebben nog niks gehoord. Ik wil u allen geruststellen dat het zeker goed komt. Uw aanvraag wordt serieus genomen. Forswijk zegt verder dat burgers die nog een aanvraag hebben lopen niet moeten opgeven. Ze stelt dat mensen ook niet teleurgesteld moeten raken, omdat er veel stukken zijn die nog afgewerkt moeten worden door de staat. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat er de komende maanden enkele duizenden perceelbeschikkingen zullen worden uitgereikt. Bij de mensen wat betreft voor onze regering, het volk heeft eerste prioriteit om grond te krijgen. Ik denk dat we wachten even. Daarom hebben we dat van Zabatou gevraagd, even wachten, stop even. 6 maanden is opgeschort, laat het volk eerst krijgen. En we gaan elke maand aan het volk geven. We hebben 6 districten geïdentificeerd. En we gaan tot en met 31 december meer dan 5000 percelen uitreiken. Dit jaar alleen. Met kan volk kiezen. En met kan volk zien, een belofte zou we maken, we komen na. En natuurlijk, om zorgen dat we ook iets aan groen. En om de wat groen in Swampoel. En om de groen in Boussi. Peenum Adoro. Wat die minister, zoek groen. Pe a passie nog vara. Pe stromen wat er nog vara. Zodat ook aan haren makkelijk wordt dapper. President Santokhi zegt dat de uitreiking van vandaag het bewijs is dat de regering haar belofte nakomt en dat een ieder langzaam maar zeker een kavel krijgt. Het staatshoofd merkt op dat de samenleving zekerheid moet hebben en dat begint bij het hebben van een stuk grond om een dak boven het hoofd te plaatsen.